Kunstenaar Marcel Pinas exposeert de komende weken in Nederland en Duitsland. Aan de eerste expositie, Gods Moving in Places, die op 28 januari in Berlijn wordt geopend, staan er werken van 7 kunstenaars. De tweede expositie, Schurend Paradijs in Nederland, begint op 4 februari. De voorbereidingen voor de tentoonstelling in Nederland duren al een jaar. 10 kunstenaars uit de Verenigde Staten, Nederland en Suriname zijn uitgenodigd om er te exposeren. Pinas zegt ervoor gekozen te hebben om de milieuomstandigheden in zijn geboortedistrict tentoon te stellen. Dus op een gegeven moment heb ik toch bedacht dat ik een installatie ga maken met schedels. En die schedels zijn allemaal schedels gegoten uit rest aluminium, dus motorblokken, velgen, afvalmateriaal. Dus daar heb ik dan samengewerkt met die mannen die in werk naar zee die potten maken. Dus dan, meestal zo doe ik mijn werk. En dan, zij hebben onderdeel daarvan gemaakt. En dan werk ik met houtsnijwerkers die die houtsnijwerksymbolen voor me uitsnijden. Dus dat is ook een onderdeel van. En dan heb ik zelf ook zand. Ben ik zand gaan halen bij een nieuwe koffiekamp. Zand die ze hebben weggehaald om goud te zoeken. Ongeveer 1 kubieke meter zand hebben we dan laten verschepen. Pinas wil het echte gevoel opwekken met zijn kunstwerk. Vandaar dat hij zoveel mogelijk gebruik maakt van echt materiaal. In Berlijn komen er 2 werken te staan. Beide in het teken van het Afaka-schrift. Eén is een lange wall met die Afaka-tekens. Dat ik me laat uitleven met duizenden Afaka-tekens. Mm-hmm. In principe gaan we vanuit die 28.500. Weet je, dus ja. Altijd dat is een 1/10 van het aantal slaven. Die, begrijp je? Ja. Dat we daarmee gaan werken en daarna 3. Dimensionele afvakatekens die we op andere manier hebben uitgewerkt. En dan gaan we die 2 werken presenteren. Kunstenaar Pinas zegt middels zijn werken mensen bewust te willen maken van wat er speelt. De kunstenaar bevindt zich nu in Berlijn, Duitsland, en reist daarna terug naar Nederland, waar de tentoonstelling in Amersfoort op 4 februari begint. Het volledige gesprek met kunstenaar Marcel Pinas ziet u in ons programma In Gesprek Met. Komende woensdag om 5 uur 's middags via kanaal 12.1.